Maak een poppenbadje, een wieg, een bed of een heel huis. Maak een zwembad of maak een jurk van een fles. Het is echt gemakkelijk. Bekijk nieuwe geweldige lifehacks voor je favoriete poppen in onze nieuwe video. Welkom in onze stijlkliniek voor poppen. Een breed scala van wellnessdiensten voor speelgoed. Onze methodes omvatten glitter en schoonheid. De eerste behandeling is een verfrissend zwembad. En de poppen hebben daar de mooiste zwemringen voor nodig. Vorm roze lichte klei tot een ring. Maak er een flamingohoofd aan vast. Als het droog is, kleur de flamingo met acrylverf. Maak nu op dezelfde manier zwemringen van verschillende kleuren en vormen. Nu kunnen de LOL-poppetjes veilig in het zwembad zwemmen. Je kunt meteen zien dat alleen de meest ervaren professionals in deze stijlkliniek werken. Het lijkt alsof er een vuile patiënt in onze kliniek is. Deze Barbie is nog niet in bad geweest sinds ze in de fabriek in elkaar is gezet. Ze stinkt zo erg. Alleen een operatie kan ons helpen. Deze patiënt heeft gewoon een heet bad nodig. Neem een deksel van een ovale bak voor droogvoer. Haal er een klep uit. Knip een bocht van een plastic hanger. Knip kleine plastic kapjes doormidden en lijm ze vast aan beide kanten van een maatbeker. Dit worden de poten van een badkuip. Kleur de details met witte en gouden spuitverf. Lijm de witte badkuip aan de gouden benen. Bevestig de gouden kraan van de hanger. Maak decoratieve kralen vast als handvaten voor de kraan. Kleef de klep van het deksel vast als plankje. Maak een zachte spons van tulle. Maak er een lus van draad aan vast. Knip een miniatuurzeepje uit een gewone zeep. Vul mini-flesjes met lichaamsproducten. Bevestig bedrukte mini-etiketten. Dek de flesjes af met gekleurde doppen. Zet de bodyproducten op de plank. Vul de badkuip met schuim. We zetten onze patiënt in de warme badkuip. Dat is nog eens ontspanning. Een extra behandeling is schouder- en nekmassage. Barbie vindt het heerlijk. Haar poriën zijn open en haar huid glanst. En het beste is de heerlijke geur. Barbie ziet er fris en vernieuwd uit na het bad. En dokter Vanessa Stijl heeft al een nieuwe look voor haar bedacht. Laten we een stijlvol leren pak maken. Knip de delen van het pak uit lederen stof. Maak een rechthoek die op Barbie's rug past. En een afgeknipte kegel met een knip in het midden om de lengte van Barbie's benen te krijgen. Lijm de stukken. Vouw de rechthoek in tweeën. En maak een driehoekige vouw aan beide kanten. Lijm een elastisch linten lus. Wikkel de broek rond de taille van Barbie. Maak hem vast met een speelgoedriem. Trek het jasje aan door de stof door de lus te halen. Barbie draagt een nieuw pak. En een nieuwe make-up look. En een nieuw kapsel. Ze ziet er helemaal anders uit. De dokters in de stijlkliniek hebben geweldig werk geleverd. Ze verdienen de hoogste Barbie-beloning. Dokter Stijl voert een wetenschappelijk onderzoek uit. De reactie van poppenlichamen op lage temperaturen. We moeten een simpele formule gebruiken zodat Barbie geen kou vat. Oorwarmers plus een sjaal is gelijk aan warmte. Knip een beschermende ring van een verfpot. Knip een derde van de kleine pompons af. En lijm ze vast aan de boog als oorwarmers. We zetten de nieuwe accessoire op onze Barbie. Nu zijn haar nek en oren veilig. En ze zal zeker geen kou vatten. Goed gedaan, dokter Stijl. Twee patiënten met dezelfde problemen komen op hetzelfde moment naar de kliniek. De poppen lijden aan een gebrek aan accessoires. Beste hulpje van een dokter is een pleister. Het zal je altijd helpen. Maar niet in dit geval. Wel, we gaan terug naar de traditionele schoonheidsbehandeling. Haarbanden en speelgoedringen zijn een perfecte bron voor poppenaccessoires. Gebruik haarbanden als hoofdbanden voor de LOL-poppen. En doe de speelgoedringen om als haarspelden.
LOL-poppen zijn heel erg veeleisend. Het is niet zo gemakkelijk om hen te behagen. Maar ze houden van haarspelden gemaakt van ringen. En een eenvoudige schatten tuille jurk is de snelste methode van modetherapie. Knip de bovenkant van een ballonnetje af. Knip er 4 gaten uit voor armen en benen. Doe de ballon om een pop als een rompertje. Haal een elastisch koord door een strook tuille en rimpel de stof een beetje. Vorm een rok en maak een knoop. Leg de rok bovenop het lijfje. Voeg een tulle strik toe als haaraccessoire. LOL Pop ziet eruit als een roze snoepje. Onze klant is tevreden. En onze dokters bewijzen nogmaals hun stijlprofessionalisme. Haar laatste behandeling is glinsterende roze sneeuw. Er is een ongeluk gebeurd in onze stijlkliniek. Meld onmiddellijk aan de beveiliging. Onze patiënt is weggelopen en liet een leeg bed achter. Smeer houten koffieroerstaafjes in met witte verf. Neem een rechthoekig stuk van een dik schuimrubberen plaat en lijm de stokjes vast langs de omtrek. Maak palen en een driehoekig dak. Leg er een zacht sponskussen in en een filterhoes. Haal een touwtje door felle pompons. Wikkel de slinger die je krijgt rond de bovenkant van het bed. Nou, deze poppen hebben veel aandacht nodig. Je draait je om en je patiënt is weg. Dokter Schoonheid wil de patiënt lokken met een heerlijke milkshake. Maar het is allemaal voor niets. Onze dokters zijn geniaal. Ze weten hoe ze elk speeltje moeten lokken. Je moet een poppenhuis bouwen en wachten. Knip 1 kant van een leeg melkpak af. Bedek de buitenkant met blauw papier. Plak roze papier aan de binnenkant. Print deuren en ramen uit op zelfklevend papier en maak ze vast aan de buitenkant. Kleef een kartonnen tussenschot vast om 2 verdiepingen te maken. Maak rolgordijnen voor de ramen van golfkarton en kleef ze vast aan de binnenkant. Verf de kap roze. Dit is een schoorsteen op het dak. Het lijkt erop dat we nog lang zullen moeten wachten. Het huis staat leeg en niemand wil erin trekken. We hebben een idee. We moeten het huis vullen met meubels. Een kast en een kaptafel. En dan zullen de patiënten binnenstromen. Smeer een blikken doos in met acrylverf. Knip spiegelkarton in stroken die passen bij de grootte van de doos. En leg ze erin als garderobe planken. Bevestig een logo op de deur. En plak er spiegelstrips op. We voegen een speelgoedkast toe. Het is al gevuld met LOL's spullen. En we zetten een elegant kaptafeltje op de eerste verdieping. Gebruik een leeg make-up bakje. Bevestig spiegelkarton aan de bovenkant. En lijm een vel schuimrubber op de bodem. Versier het met strassteentjes. Bekleed 2 stukken kartonnen buis met een schuimrubberen plaat met structuur. Lijm een cirkel van schuimrubber op de kleinere buis. Dit wordt een klein krukje. En lijm het make-up bakje op de andere koker. Zodra we wat meubeltjes hebben neergezet, komt de LOL-pop meteen terug. Nu heeft ze een plek om in te wonen. Want iedereen moet zich prettig voelen in onze stijl- en schoonheidskliniek. En als de patiënt in slaap valt, kunnen we de poppenbehandeling voortzetten. We hebben een ernstig zieke patiënt op onze operatietafel. Barbie is gediagnosticeerd met een acuut gebrek aan pluisjes en elegantie. Vlak voor het bal. Onze dokter Melissa Beauty en chirurg Vanessa Stijl nemen deze medische zaak aan. Onze patiënte heeft hoge koorts veroorzaakt door wanhoop en plastisch flauwvallen. De dokters nemen het besluit om nu een operatie uit te voeren. Knip een frame uit plastic flessen van verschillende grootte. Neem een ring van een grote fles en plak die vast aan het statief. Bevestig er een kleinere ring bovenop. Wikkel het frame in 2 lagen tulle. Maak het vast met draad. Naai er een rok bovenop. Deze moet de vorm hebben van een halve cirkel. Maak er 2 brede satijnen linten aan vast. Dit wordt de bovenkant van de japon. Versier het met kant. Doe de japon om je pop. Knoop de linten vast om een strik te maken. Wij nemen het verband af naar de uitgebreide operatie. Dit is zo gezwollen en glamoureus. Laten we het resultaat bekijken.
De jurk op het frame past als een handschoen. Barbie is klaar om elk bal te veroveren. Onze operatie was een succes. Goed gedaan, plastisch chirurgen. De dokters nemen een rustpauze na een lange dienst. Maar de poppenwereld slaapt niet. Niemand huilt. We moeten deze babypop kalmeren. Misschien moeten we haar aan het lachen maken of haar wat thee geven. Maar dokter Stijl heeft een beter idee. Deze babypop heeft een stijlvolle wieg nodig. Neem een ovale plastic bak. Knip een strook glitterfilt op dezelfde hoogte als de houder met een scrapbookingschaar. Trek de bodem van de houder 2 keer over. Knip 1 stuk uit met een scrapbookingschaar en het andere stuk met een gewone schaar. Versier de rand van een rechthoekig stuk stof met een vlechtlint. Lijm de uiteinden vast. Neem de andere kant door de stof te rimpelen. Lijm de plastic houder op de bodem van een plastic beker. En zet het stoffen hoesje erop. Naai een stukje satijnlint om plooien te maken. En lijm het vast aan de bovenkant als franje. Bevestig vilt aan de binnenkant van het bakje. Versier de randen met het vlechtlint. Leg er een laken en een kussen in. Bedek je babypop met een vilten deken. Onze artsen zijn specialisten op vele gebieden, zelfs in poppenkindergeneeskunde. De babypop komt snel tot rust in deze mooie en zachte wieg. Schrijf dan in de comments welke ideeën je zal gebruiken voor je Barbie en LOL poppen. En vergeet niet om deze video een duimpje omhoog te geven, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen nieuwe speelgoed live hacks mist op Troom Troom.